Hevige regenbuien. Het zorgt niet alleen voor wateroverlast, maar het is ook voor rivieren en beekjes niet goed. Het Eindhovense stadsriviertje De Dommel moet daarom zelfs aan de beademing. Nieuwe installaties moeten de Dommel weer zuurstof geven. Om te voorkomen dat vissen en planten doodgaan. Stuurstoftekort komt omdat er tijdens regen, want dan gaat het met name over heel veel water overstort. Het water kan niet meer gewoon worden afgevoerd. En we hebben op een hoop plekken noodoverstorten gemaakt. Dat op het moment dat het hard regent dat de straat niet blank komt te staan, maar dat het dan naar het oppervlaktewater gaat. Er zitten heel veel stoffen in die zuurstofvragen. Die trekken het zuurstofgehalte in de, in de dommel naar beneden. En dan gaat het onder een kritische grens. We moeten Extra zuurstof gewoon inbrengen op het moment dat het nodig is. Dat is goedkoper dan het bouwen van grote bergingen in de stad Eindhoven. En we moeten het water wat gezuiverd is, wat op zich schoon is, moeten toch wat extra zuurstof meegeven in de dommel. En dan uh, lossen we een heel groot deel van de problemen op. Ja, het is nodig omdat we met elkaar hier toch uh, heel veel uh, water door een hele kleine beek moeten voeren. En uh, ja, er wonen heel veel mensen. Dus er komt ook heel veel vervuiling terecht. En omdat toch. Zodanig goed te krijgen dat er ook weer natuur op een voldoende mate in kan komen, hebben we dit allemaal nodig. Bijna tien jaar heeft het geduurd voor er een oplossing kwam. Kosten anderhalf tot twee miljoen euro. Maar dat is het waard, want het is voor dier en plant nu weer leefbaar. En met de installaties heeft de stad er weer een technisch hoogstandje bij. Technologisch gezien is dus de techniek zoals hier toegepast in een natuurlijke beek um, extra zuurstof inbrengen ja, een beetje onopvallende manier weggelegd uh, als hij uitstaat en als hij aanstaat is de overlast eigenlijk ook heel beperkt ja dat heb, vind je niet uh, terug in Nederland nee de komende tientallen jaren kan de dommel weer vooruit en blijft het dus ook een fijne plek om te wandelen en te varen.